En deze natuurherstelwet wordt bepaald dat landen allerlei natuurherstelplannen moeten maken. En dat komt er eigenlijk kort gezegd op neer dat we te maken gaan krijgen met natuuropgaven, ook buiten Natura 2000. Ik voorzie dat we eigenlijk een soort stikstofcrisis 2.0 ingaan. Op zichzelf ben ik natuurlijk ook voor natuurherstel en voor een goede en fatsoenlijke natuur. Alleen wat er ontbreekt, dat is het besef dat je voortdurend belangenafwegingen moet maken, ook in het landelijk gebied. Je kunt niet alleen willen gaan voor zeg maar natuurherstel en biodiversiteitsbevordering. Je moet ook realiseren dat er in dat landelijk gebied ook ruimte moet blijven voor andere activiteiten, zoals voedselproductie, zoals ruimte voor woningbouw, zoals ruimte voor de energietransitie, etc. Dus je moet voortdurend eigenlijk op lokaal niveau, op regionaal niveau, ook gewoon belangenafwegingen kunnen maken. En met deze wetgeving wordt dat gewoon onmogelijk gemaakt, omdat zeg maar, het halen van die natuurdoelen, die worden leidend, sturend. En alles wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Maar wat gaat er dan veranderen? Want we kennen nu al de voorbeelden van, oh, er is een vleermuisje gevonden, dus je mag je huis niet isoleren. Of, oh, er is een dassenburcht gevonden, dus de hele bouw van de hele nieuwe wijk gaat niet door. Tenzij het een asielzoekerscentrum is, dan gelden er weer andere wetten, weet ik inmiddels. Dan maakt het ook niet uit dat het midden in het Natura 2000 gebied is. Als er een windmolen gebouwd moet worden of een asielzoekerscentrum, dan geldt het allemaal niet. Maar als jij als particulier iets wilt of als projectontwikkelaar, dan hoeft er maar een kevertje voorbij te vliegen en de boel ligt stil. Dat is nu toch al zo? Wat gaat deze wet daar nog aan veranderen dan? Dat is nu al zo, alleen het wordt natuurlijk veel, veel grootschaliger nog. En in die analyses gaat men dus niet meewegen wat is de bevolkingsdichtheid in dit gebied? Hoeveel landbouwproductie willen wij nog houden in dit gebied? Nee, in de analyse wordt alleen gekeken naar wat is de staat van de habitats. En dat is dan leidend uiteindelijk voor je plannen. En al het andere is daaraan ondergeschikt. Gaat het echt boven alles? Want dan zou het goed nieuws zijn. Dan zouden al die windmolens ook niet meer gebouwd mogen worden. Want dat is natuurlijk enorm impactvol. Ja, goed dat je er hierop doorvraagt. Het gaat boven alles. En met uitzondering van de energietransitie. Dus de windmolens en de zonnepanelen, die zijn hiervan vrijgesteld. En een ander punt, misschien stelt je dat iets meer gerust. Dat is als het gaat over defensie. Dus noem het defensieterreinen die we nodig hebben om te oefenen. Die zijn ook hiervan vrijgesteld. In ieder geval voedselproductie als zodanig, woningbouw als zodanig. Dat is hier niet van vrijgesteld. Voedselproductie niet? Maar alles wat met oorlogsvoering en windmolens te maken heeft wel. Deze wetgeving gaat zeg maar, de ontwikkeling van natuur in ons gebied ook erg juridiseren. Dat wordt een enorme juridische strijd. Dus de advocatuur die gaat hier in ieder geval wel bij varen, schat ik zo in. En al die clubjes die dankzij de Postcode Loterij miljoenen te besteden hebben aan die advocaten. Want dat zijn nooit gewone Nederlanders.